Het is augustus 2020 en we zijn aan het uitzoeken hoe het is om in coronatijd te camperen in het buitenland. De vorige video zijn we geëindigd in Bulkneville in Frankrijk en daar gaan we deze video ook weer verder. We staan op een van onze favoriete camperplaatsen en we nemen u graag weer mee in onze belevenissen. Veel plezier bij het kijken! Aan de achterkant van de camperplek vinden we een gerestaureerd oud Romeins washuis. En aan de buitenkant daarvan is een bron en daar kun je water tappen. En wat je hier ziet hier is dat de plaatselijke bevolking in grote getalen altijd hier water komt halen. Die komen met de auto met kratten vol met flessen en jerrycans achterin en dan gaan ze dat water tappen. En dat zal dus wel bijzonder water zijn. Ik snap dat wel een beetje, want je zit hier vlakbij Vittel en Contrexeville en daar komt natuurlijk bronwater vandaan. Nou, als de plaatselijke bevolking dit drinkt, dan durf ik het ook zeker wel aan. En ik ga eens even proberen hoe het smaakt. Moet zeggen, het smaakt inderdaad goed. Lekker koel ook. Klein beetje een ijzersmaak aan, maar prima water hoor. Deze camperplek die bevindt zich tussen een aantal gebouwen. Een daarvan is een gymnasium. Het restaurantje zit er natuurlijk, vlakbij het meertje. En aan de andere kant zien we een gemeenschapshuis. Nou is alles gesloten. En dat heeft natuurlijk alles ook te maken met de coronatijd. Dus het maakt het extra rustig hier. Want normaal heb je nog wel eens dat hier dorpsfeesten zijn of de brandweer oefent. En nu is alles gesloten. En dat geeft ook nog eens een keer een extra serene rust. Het is een beetje onwerkelijk eigenlijk allemaal. Het lijkt hier wel uitgestorven, midden in het hoogseizoen. Wij staan nu hier in Bulkneville bij het meertje. En ik heb vanmorgen al een stuk hard gelopen. Ik heb het meertje al 5 keer rondgerend met een extra parcours erachteraan. Dus wat mij betreft voor vandaag even genoeg beweging. Maar ideeën genoeg om hier nog eens een lekkere wandeltocht te gaan houden. Je ziet hier ook heel veel dat de plaatselijke bevolking hier komt om te gaan vissen of om gewoon gezellig met elkaar te zijn en lekker wat te eten samen. Maar als je van vissen en camperen houdt, dan zit je hier ook goed. Want rondom het hele meer zijn diverse stekjes allemaal en er wordt genoeg gevist. Dus ik ga ervan uit dat hier ook wel wat te vangen valt. Het is vandaag weer een schitterende zomerdag. We zijn net opgestaan en ik ben even bezig met mijn favoriete rondje. Even naar de bakker om weer zo'n heerlijke pain complet te gaan halen. Mondkapje op en dan kunnen we naar binnen. Ik heb weer zo'n heerlijke pain complet gehaald en ik verheug me alweer op de lunch van vanmiddag. We zijn een fietstocht aan het maken en we zijn onderweg naar Contrexeville. En het ligt niet ver van Bulkneville af, maar we doen dat via een mooi omweggetje. En dan krijg je prachtige, rustige weggetjes. Het is hier best wel heuvelachtig, moet ik zeggen. Fietsen moeten goed hun best doen en wij zelf ook trouwens. Hele mooie natuur hier. We zijn dus officieel in de Vogezen hier. En Vogezen is een prachtig gebied. En ook niet al te druk nog. Je kunt hier heerlijk fietsen, heerlijk wandelen. Wel een van onze favorieten. Had jij verwacht dat we deze zomer nog in Frankrijk zouden komen? Nee, niet verwacht, maar wel gehoopt. Nou, het is toch wel erg lekker. Het is maar voor eventjes, voor 2 weken, maar we hebben nou toch echt wel het vakantie in het buitenland gevoel gehad. Ja, en weg uit de drukte. Zo, bovenop de kol. Eventjes uitrusten. Nou, Friesland is prachtig. En daar hebben we ook van genoten dit voorjaar. Dat heeft u kunnen zien in onze vlogs. Maar hier is het ook wel heel mooi hoor. Moet je eens even kijken wat een uitgestrektheid. Wat een uitzicht. En heerlijk rustig overal. En dat te bedenken dat bij de uitbraak van de coronacrisis, dat dit het zwaarst getroffen gedeelte van Frankrijk was. Het was hier helemaal donkerrood gekleurd. Raar eigenlijk, want je hebt hier zo'n uitgestrektheid en je ziet zo weinig mensen. En toch is het hier echt begonnen allemaal. Nou, daar merken we nou gelukkig niks meer van. T-
Tijdens ons fietstochtje kwamen we aan de rand van Contraxeville deze camping tegen. En die kenden we ook nog niet. Die is nieuw voor ons. En moet je eens even kijken zeg, die camping die staat dus echt zo goed als leeg. Er staat geen camper, geen caravan op. Het is gewoon geopend. Een mooie camping, lekker rustig, vlakbij het dorpje. Dit zijn allemaal plekken op de camping. En die zouden normaal gesproken in het hoogseizoen, maar dat is het nu, gevuld zijn. Maar er staat echt geen enkele camper of caravan op. Ja, heel in de verte daar zie ik een caravan staan. Die heeft het aangedurfd, maar voor de rest is de camping echt helemaal uitgestorven. Hier zien we de tarieven van de camping. En dat is grappig, want je betaalt dus €20 om op de camping te staan. Ga je op met de camper op een camperplek staan, betaal je €11. Maar dat is precies hetzelfde, want dat is allemaal stukjes verhard waar je op staat. Het is alleen even aan de zijkant van de camping. Dit zijn dan de plekken speciaal voor de campers. Nou, eerlijk gezegd, ik zie het verschil niet, want je staat gewoon op de camping. Het is alleen een apart veldje. Hier betaal je €11, op de camping betaal je €20. We lopen hier in Contraxeville en dat is een echt kuuroord. En een plaatsje waar alles om water draait. Omdat hier natuurlijk heel veel bronnen in de buurt zitten waar bronwater uitkomt. Wat ik graag even had willen laten zien is een van de vele fonteinen en waterpartijen hier in Contraxeville. We kennen dit, we komen hier al veel vaker. En normaal gesproken is het een enorm spektakel hier van watervallen en waterstromen. Maar ja, u ziet het, helemaal niks. En zo te zien aan al het blad wat erin ligt, is het dit jaar ook nog niet echt aangeweest. En ik heb een vermoeden dat ook dat weer met de corona te maken heeft. Jammer. Nou, ook hier hetzelfde verhaal. Normaal gesproken is het hier een spektakel van waterpartijen. En helemaal niets doet het op dit moment. En ik denk dat ik nog een stapje verder kan gaan, want het ziet er ook allemaal behoorlijk verpauperd uit, een beetje verweerd allemaal. En dat het al een hele tijd lang niet meer aan is geweest. Ja, dit was een beetje een teleurstellende wandeling omdat alles dicht zit. Maar Wilma heeft nog even een bordje gelezen bij de waterpartijen en zij weet waarom het dicht is. Ja, toch vanwege de verspreiding van corona mogen er geen waterpartijen zijn. Dus vandaar dat de fonteinen het niet doen. Jammer, maar het is niet anders. Ik zit hier voor de ingang van de termen en normaal is het hier ook een drukte van belang, bruist hier van de activiteiten. En ook hier is het helemaal uitgestorven. Hier aan de zijkant van het kuurcentrum kun je ook zuiver bronwater gratis tappen. En dat ga ik natuurlijk ook even proberen. Ja, lekker. Heerlijk cool ook. Toch zit er een beetje apart smaakje aan. Vind je dat niet? Ja, lekker of niet lekker? Nou, nee, dan niet. Het zit er alweer bijna op voor ons op deze prachtige camperplek hier in Bulkneyville. En we hebben 3 nachten uitgehouden hier. We hadden ook geen behoefte om al verder te gaan, want kijk eens om me heen wat een prachtige natuur. Je hebt een prima camperplek en het weer is natuurlijk ook fantastisch. Maar we willen ook alweer eens wat anders zien, dus we gaan weer een stukje verder rijden. Tot zover ook deze aflevering. We hopen dat u ervan genoten heeft. We zien u natuurlijk graag weer terug op ons kanaal, dus abonneer even als u dat nog niet gedaan heeft. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Tot ziens!